Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuw filmpje. Deze keer laat ik weer wat extra spreads zien die je in bullet journal kan maken. Allereerste spread die ik hier maak is een tracker voor je films bij te houden eigenlijk die je hebt gekeken. Ik teken hier allemaal hele kleine filmklappers. Het is een heleboel werk, maar geloof me, het eindresultaat mag er zijn. Ik teken de filmklappers 3,5 cm breed en in totaal 3,5 cm hoog als je het klapje zelf zeg maar meetelt. Verder doe ik een key maken door middel van sterretjes en zodat ik daarbij kan houden van als ik een film heb gekeken zeg maar deze een beoordeling kan geven. Kies voor de beoordelingen van een afschuwelijke film, mwah, niet echt leuk. Een leuke film, een topfilm, love it en zeker nog eens kijken. En wat je dan eigenlijk steeds doet, is dat je in de klappen zelf dadelijk de titel neerzet van de film die je hebt gekeken en daaronder je beoordeling. Verder heb ik aan de zijkant een soort filmrol idee getekend om het een beetje in het movie thema te houden. Komen we bij de volgende spread. De volgende spread is voor saving goals. Wat ik hier eigenlijk teken is een grote mason jar en elk lijntje voldoet zeg maar aan een bedrag. Wat je dan eigenlijk doet is elke keer als je dat bedrag hebt gehaald op je spaarrekening of je spaarpot, maar net hoe je het wil doen, kleur je dat in zodat je bij kan houden hoeveel je al hebt gespaard. Op de linkerpagina doe ik nog een quote voor mezelf met deze keer You Go Girl om mezelf te motiveren om te sparen. De quote kleur ik in met mijn Crayola Super Dips. Wat ik eigenlijk doe is de lichte grijze aan de rechterkant, de donkere grijze aan de bovenkant, om op die manier een beetje dimensie te creëren. Komen we met mijn laatste bullet journal spread idee en dat is een soort twist op een washi tape collection. Wat je eigenlijk doet is kleine stukjes washi tape van de washi tape die je hebt die je uitknippen en daar teken ik framepjes omheen zodat het een beetje lijkt op Polaroid foto's. Deze doe ik aan een lijntje hangen door middel van kleine wasknijpjes te tekenen of zoals ik hier laat zien met een strikje erin. Op deze manier kun je steeds als je weer een nieuwe tapeje hebt deze toevoegen aan je spread een beetje bijhouden wat je allemaal in je laadjes hebt liggen. Daarom laat ik de rechterpagina ook expres leeg, zodat ik er nog wat toe kan voegen. Laat ik jullie nog even de spreads klaar zien. Allereerst dus de movie spread. Daarna mijn saving goal spread. En als laatste de washi tape collection spread. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als je dit een leuke video vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je dit soort video's vaak zien, doe je dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!